Goedemiddag slash avond, dames en heren. Dinsdag 26 oktober 2021. En daarmee kruipen we zo langzaam maar zeker toch naar het einde van de eerste maand van het laatste kwartaal van dit jaar. Wat wil ik daarmee zeggen? Nou, het laatste kwartaal is natuurlijk normaliter een van de beste kwartalen, zo niet het beste kwartaal voor crypto. Dat is nu ook gaande. En in dat eerste maandje daarvan hebben we al een heleboel mooie prestaties weten neer te zetten. Wie weet wat er die komende twee nog aan gaat zitten te komen. Wat betreft de verwachtingen daarvoor, het einde van de video. Natuurlijk technische analyse voor Bitcoin, maar eerst gaan we kijken naar de allerlaatste nieuwtjes op de gebieden crypto en economie. Wat ik alvast eentje af kan trappen, gisteren kondigde ik aan dat bij BTC Direct het vanaf nu mogelijk is om te handelen in Solana. En dat is vanaf vandaag ook mogelijk in de Nederlandse handelsapp Blocks. Dus ook daarin, als de video weer gaat naartoe, kun jij vanaf nu gaan handelen in Solana. Zeer populaire blockchain, populaire coin, Sol natuurlijk, dus neem daar direct een kijkje. Dat laten we achter ons. We gaan verder naar de overige nieuwtjes voor vandaag. De SEC bijvoorbeeld, die gaat waarschijnlijk de leiding krijgen over het toezicht op de hele stablecoin-markt. Gerucht ontkracht. China draait het miningverbod niet terug, blijkt nu. Tesla bereikt een beurswaarde van meer dan 1 biljoen Amerikaanse dollar. De aandelen van Bakkt die gaan door de dak 300% omhoog na de aankondiging dat zij een samenwerking hebben met Mastercard. En heeft natuurlijk weer alles met crypto te maken. En Tesla, we gaan er nog een keertje naar kijken, want die hint namelijk naar het opnieuw accepteren van crypto als betaalmiddel. But first, de aandelen Bakkt door het spreekwoordelijke plafond slash dak, namelijk 300% ruim omhoog na een grote aankondiging. Want gisteren in de avond kwam dat grote nieuws dan ook naar buiten. Creditcardmaatschappij Mastercard, die heeft een samenwerking met Bakkt. En wat gaan ze daarmee doen? Ervoor zorgen dat debit- en creditcardbetalingen voor crypto mogelijk moeten gaan worden gemaakt. Die dienst die is voorlopig vooral gericht op de wat grotere partijen. Denk bijvoorbeeld aan handelaren, banken en fintechbedrijven, ook met name in de VS. En het moet voor, om te beginnen, die partijen in ieder geval een stuk gemakkelijker gaan worden om crypto-diensten aan te gaan bieden aan weer hun gebruikers, aan bijvoorbeeld consumenten. Op die manier coins te kunnen gaan kopen en verkopen. En dat gaat dan allemaal geregeld worden via de wallet van Bakkt. Dat is in ieder geval de inbreng van die partij in deze hele samenwerking. Zelf omschrijven ze het eigenlijk als crypto as a service, waarmee de toegang tot crypto mogelijkheden veel sneller en ook veel beter moet worden gemaakt. Grote belangrijke samenwerking, dat is het dus zeker. Voor klanten van Mastercard gaat dat betekenen dat zij hun accounts kunnen vullen met cryptocurrency. Bijvoorbeeld ook cashback acties of punten uit al bestaande spaarsystemen kunnen op die manier ook direct worden omgezet en uitgekeerd, bijvoorbeeld in crypto. En langzaam maar zeker wordt dus ook steeds duidelijker wat de strategie van Mastercard is. Want het gaat er toch echt op lijken dat ze met beide armen cryptocurrency op dit moment aan het omarmen zijn. In augustus bijvoorbeeld, toen kwam al naar buiten dat ze een samenwerking hadden met CoinJar, een Australische cryptobeurs is dat. In juli werd bekend dat Mastercard samenwerkt met onder andere Circle voor de integratie van natuurlijk hun stablecoin USDC. En in september nog nam Mastercard het blockchain analyse startup CipherTrace over. Dus daar zijn ze echt aan alle kanten hun positie en hun tentakels in crypto aan het uitbreiden en aan het vergroten. En deze laatste stap, ja, die past eigenlijk ook heel goed in de een beetje vernieuwde positionering van Bakkt. Ze willen zich steeds meer gaan focussen op het mogelijk maken en ondersteunen van betalingen in crypto. Met name ook de alledaagse betalingen. En uiteindelijk dus ook gericht op consumenten. Dat daarvoor de mogelijkheden aanzienlijk worden vergroot. Ook investeerders die lijken gelukkig heel erg blij met dit nieuws. De aandelenkoers, zoals ik al zei, zo'n 300% gestegen sinds dit mooie nieuws gisteren naar buiten is gekomen. Eventjes leek het erop dat China terug zou gaan komen op het miningverbod in het land. Of in ieder geval de afgelopen dagen deden die geruchten steeds sterker de ronde. Want China had natuurlijk ooit een waar walhalla voor de hele miningindustrie. Die heeft sinds dit jaar een miningverbod ingesteld. Die zijn er ook behoorlijk flink op aan het handhaven. Dat zag allemaal niet zo goed uit. Toen kwamen deze geruchten dus die de kop opstaken. Maar helaas, nu blijkt in ieder geval dat de Nationale Commissie voor Hervorming en Ontwikkeling, het NCHO, een kennisgeving naar buiten heeft gebracht. Dat is dit exemplaar dat je hier naast me ziet. En daarin wordt met geen woord gerept over het eventueel opheffen van het geldende miningverbod. Integendeel, wat er wel in staat is dat die NCHO van plan is om crypto mining toe te gaan voegen aan een lijst met ongewenste industrieën.
Ja, inderdaad. Het is een beetje het tegenovergestelde van wat we dus hoopten met z'n allen. Die lijst die bestaat om ondernemers in het land een helder beeld te kunnen gaan geven wat het beleid is van de overheid en waar je dus vooral wel, maar ook met name vooral niet in moet gaan ondernemen. En eenmaal op deze lijst, ja, dan is de overheid deze branche liever kwijt dan rijk. Dat is in ieder geval wel zo duidelijk. De NCAO die laat in deze aankondiging ook weten dat het publiek tot 21 november in ieder geval nog de tijd heeft om deze plannen te dwarsbomen. Of nou ja, zal ik het anders worden om daarop te reageren. En wat in het kader daarvan vrij opvallend is, de NCAO heeft in 2019 exact ditzelfde al geprobeerd. Ook toen wilden ze cryptomining dus op deze lijst van niet langer toegestaande industrieën gaan zetten, maar dat is destijds niet gelukt. Dat had te maken met alle weerstand die ze daar ervaarden, de tegenstribbeling vanuit de mining sector. Ja, nu is de situatie natuurlijk wat anders, want die sector is zo goed als verdwenen uit het hele land. En het is dus ook vrij onwaarschijnlijk dat er nog een stevig tegengeluid gaat komen tegen deze plannen van de NCAO. En dit hele verhaal dat het publiek dus kan reageren tot 21 november lijkt dan ook vooral nog een formaliteit op dit moment. Maar zelfs als China toch zou besluiten om het verbod op cryptomining op te gaan heffen, ja, is het nog maar zeer de vraag tot in hoeverre die miners nog gaan terugkeren naar het land. Ja, ondernemen in een dergelijk klimaat waar dat het van de een op de andere dag 180 graden kan omdraaien, het beleid is natuurlijk ook niet echt ideaal. Meeste van die partijen zijn nu bijvoorbeeld vertrokken naar de VS en een aantal andere interessante gebieden. En het lijkt er wat dat betreft dan ook op dat China zich misschien zelfs wel een beetje in de voet heeft geschoten met dit recente verbod. Maar hoe dan ook, daar lijkt voorlopig dus ook geen einde aan te komen. Groeiende sector betekent dus ook groeiende druk, in ieder geval bij regelgevende partijen, om er iets mee te gaan doen. En dan met name heb ik het nu over het stukje stablecoins. Want daarin is binnen de VS al wat langer getouwtrek gaande over wat gaan we daar überhaupt wat betreft supervisie in doen en wie gaat dat allemaal regelen. En dat lijkt er nu op dat de SEC de leiding gaat krijgen in dit hele verhaal, oftewel in het toezicht op de stablecoin sector. De verschillende regelgevers binnen de VS die lijken het er nu dus over eens te zijn dat de Securities and Exchange Commission de kartrekker gaat worden in die hele regulering daaromheen. Blijkt in ieder geval dit dus uit informatie die meerdere anonieme bronnen tot zover hebben gedeeld met Bloomberg. Dat laat het nieuwsmedium in ieder geval weten. Betekent dus ook dat de SEC, als dit waar blijkt en als dit ook echt helemaal de kogel door de kerk is, met voorstellen moet gaan komen rondom de regelgeving van die hele sector en uiteindelijk dus ook echt actieve toezicht gaat houden over dit stuk van de markt. En naar verwachting gaat deze autoriteit over die sector worden bevestigd in het volgende Treasury Department Stablecoin Report. Staat gepland al voor later deze week, dus dat zou op korte termijn in ieder geval definitief moeten worden als dit allemaal aan de orde blijkt. In het rapport wordt naar verwachting ook gekeken naar de positie van de CFTC, oftewel de Commodity Futures Trading Commission, en ook van de Treasury Department zelf in dit hele verhaal ten aanzien dus van stablecoins. En dit rapport staat al wat langer op de agenda, werd eerder al aangekondigd tijdens een meeting van de President's Working Group for Financial Markets, de PWG kort gezegd, afgelopen juli was die al. Nou, toen sprak die werkgroep nog over het creëren van een soort nieuw type bank als het ware, als status voor de uitgevers dus van stablecoins. Tot in hoeverre dat uiteindelijk doorgevoerd gaat worden, dat moet dus ook allemaal nog gaan blijken. Deze werkgroep overigens, als we gaan kijken naar wat voor personen zich daarin bevinden, dan zijn dat ook allemaal niet de minste. Bijvoorbeeld de Treasury Secretary Janet Yellen, de voorzitter van de SEC, jawel, Gary Gensler, die heeft er ook nog wat tijd voor weten te vinden. De Fed-voorzitter Jerome Powell en ook het hoofd van de CFTC, Rostin Benham, zijn een paar namen die dus in deze werkgroep zitten. Volgens diezelfde anonieme bronnen die dit hele verhaal überhaupt bij Bloomberg hebben neergelegd, zou Gensler al actief hebben gelobbyd al die tijd dus voor het verkrijgen van het toezicht over specifiek dit stuk van de markt, deze sector. Daarbij heeft hij ook actief gelobbyd voor het verkrijgen van de mogelijkheid om te kunnen handhaven tegen uitgevende instanties. Gensler riep afgelopen maand ook nog het congres op de SEC en de CFTC te ondersteunen bij de regulering van stablecoins, waarin hij deze vergeleek met een soort fiches in het casino, zo noemde hij het. Een enige vorm van regulering, ja, die zit er dus op zijn minst wel aan te komen. Die stablecoin sector is natuurlijk ook echt flink gegroeid.
USDT bijvoorbeeld, Tether, de grootste van dat stel, de nummer 1 in ieder geval in stable land, die heeft inmiddels een market cap van zo'n 70 miljard. De nummer 2, dat is USDC, ruim 32,5 miljard. En zo zijn er nog een aantal van die partijen. Dus de bedragen lopen op, de belangen lopen op. En daarom dus ook dat er iets van toezicht aan zit te komen. Mogelijk, zeer waarschijnlijk zelfs, allemaal in handen van de SEC. Zou het dan toch echt, en dan heb ik het erover dat Tesla er weer op aan het hinten is, dat ze mogelijk op korte termijn wederom cryptobetaling gaan accepteren voor hun auto's. Dat lijkt er in ieder geval op en daarmee zouden ze dus eindelijk terug gaan komen op het eerdere besluit om die mogelijkheid je gloednieuwe elektrische auto af te rekenen in crypto juist weer stop te zetten. Dat blijkt in ieder geval uit deze documenten, de kwartaaldocumenten. Die zijn recent ingediend ook bij de SEC door deze autobouwer. In die documentatie wordt iedere 3 maanden in grote lijnen aangegeven wat de plannen zijn voor de opvolgende periode. En in dit laatste exemplaar, dit laatste document dus, staat: in de toekomst kan Tesla de praktijk van transacties in cryptocurrencies hervatten. Dat wordt er nu echt weer concreet in benoemd. Dus dat is toch wel een klein teken aan de wand, kun je zeggen. En daarmee zetten ze dus de deur sinds lange tijd eigenlijk weer een beetje zwart op wit, zoals dit keer open. Ook al betekent dit dus niet dat ze dit per direct weer gaan invoeren of wat dan ook, maar wel staat het überhaupt in het document en worden deze nog eens extra kracht bijgezet, doordat ze er verder nog wat andere zaken over zeggen. Ze stellen namelijk dat ze ook op lange termijn blijven geloven in crypto als zowel betaal- als spaarmiddel. En dat is, zowel als investering, maar ook als liquide alternatief voor contant geld. Zo stellen ze hier dus ook allemaal in. Dat bedoel ik dus met, ze zetten die woorden wel nog wat kracht bij. Daarnaast heeft Elon Musk natuurlijk ook via de Twitters recent nog wat uitspraken van Jack Dorsey ondersteund. Het ging over een mogelijk aanstaande hyperinflatie, ook voor de VS, waar dat ze al over spreken. En ook in het kader daarvan is natuurlijk het vergaren van zoveel mogelijk bitcoin voor dergelijke partijen een van de logische volgende stappen. Dus het past allemaal wel een beetje in het plaatje op dit moment. En hoe zat dat ook alweer? Want dat hebben ze toch al eerder gedaan. Dat klopt, afgelopen maart. Toen startte Tesla dus met het accepteren van Bitcoin als betaalmiddel. Het bedrijf kocht ook in het eerste kwartaal van dit jaar voor zo'n 1,5 miljard Amerikaanse dollar aan Bitcoin. In juni verkochten ze daar vervolgens 10% van. Uiteindelijk hebben ze gezegd waarom. Ze zeiden, nou, we wilden hiermee eigenlijk testen en bewijzen ook dat de markt liquide genoeg is om dat op een hele korte termijn om te kunnen zetten naar fiat. Nou, dat is gelukt, dat is geslaagd. En vervolgens in mei stopten ze toen weer met het accepteren van die crypto betaalmogelijkheid. Dat was toen, gaven ze aan vanwege milieuoverwegingen. Nou, inmiddels blijkt dus, in ieder geval volgens Elon, dat genoeg, een groot genoeg percentage van de energie die benodigd is voor de bitcoin mining afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. En daardoor wordt deze mogelijkheid dus weer geopperd in deze documenten. We blijven nog even hangen, ook voor dit volgende bericht bij Tesla, want dat sluit er perfect op aan en dat geeft ook aan hoe groot dat nieuws eigenlijk is dat ze het überhaupt weer overwegen om cryptobetalingen te gaan accepteren. Want Tesla, het bedrijf Tesla, heeft een beurswaarde overschreden inmiddels al van 1 biljoen Amerikaanse dollar. Dat is omdat het is gestegen ook natuurlijk weer naar nieuwe hoogtepunten, wordt inmiddels zelfs boven de $1000 per aandeel verhandeld. Een van de grootste aanjagers voor deze recente stijging lijkt het nieuws te zijn dat autoverhuurbedrijf Hertz een mega order heeft geplaatst. Die zou namelijk 100.000 Tesla's hebben besteld om dus in de verhuur te gaan gooien bij het bedrijf. Daarnaast werd gisteren ook nog bekend dat de Tesla Model 3 het afgelopen kwartaal de best verkochte auto in heel Europa was. Dus dat is natuurlijk ook weer fantastisch nieuws voor het bedrijf. En als klap op de vuurpijl, we hebben het er net al kort over gehad, heeft natuurlijk ook de waarde van Bitcoin weer een enorme vlucht genomen. En dat is niet verkeerd als je er als bedrijf op een paar miljard dollar aan zit inmiddels. Nou, dankzij al deze meevallers dus is het bedrijf gelukt inmiddels een waarde van meer dan 1 biljoen dollar te bereiken. En voegt zich daarmee dus aan het illustere en ook vrij korte rijtje van andere bedrijven die dat eerder deden. Dat zijn Apple, Amazon, Alphabet, oftewel het moederbedrijf van Google, en Microsoft. Ja, dat waren ze en nu is dus Tesla daaraan toegevoegd. Overigens, die deal van Hertz met Tesla, wat hier dus de grootste aanjager voor is geweest, is niet heel erg veel over naar buiten gebracht voor de rest. Alleen dat hoofdzakelijk Tesla Model 3's betreft, welk bedrag er met die gehele deal gemoeid is, dat is nog niet bekend gemaakt. Maar wel dat het snel moet gaan, want vanaf volgende maand
moet in ieder geval de eerste modellen al te huren zijn bij het autoverhuurbedrijf. En als volgende stap, om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk mee kan worden gereden overal in de wereld, gaat het bedrijf er ook voor zorgen dat er minimaal 3000 laadpalen in 65 landen beschikbaar komen. Het bereik overigens, even terug naar die cursus van Tesla, van een waarde van $995,75 werd die magische 1 miljoen grens al overschreden. Inmiddels staat de teller ook al wat boven de $1000, zo richting de $1020. Dat gaat dus heel erg hard. Om het even in perspectief te plaatsen, de totale market cap van crypto, alle crypto's bij elkaar dus, die staat op dit moment op een ruime $2,6 biljoen. Tot zover het laatste nieuws. Nu kijken naar de laatste stand van zaken op de grafieken. En dat doen we in de koersen. Koersen op tradingview.com. En wij starten ditmaal wederom met weekcandles. Alles wat we gaan bekijken, de data in ieder geval, is afkomstig van Bitstamp. De week ziet er nog steeds prima uit, plus 2,27% op dit moment. Bitcoin handelt nu op zo'n $62,300. Dus er zit weer groen in. Ja, we zitten inderdaad nog steeds in dit kanaal grofweg. 60.000 tot 65.000 uitschietertje naar 59. En dat is ook meteen omdat ik even naar wil gaan kijken wat een negatief signaal zou kunnen zijn. Namelijk de vorige week hebben we natuurlijk gezien flink bereik, nieuwe all-time highs, maar ook een shooting star formatie uiteindelijk. Want we hebben een hele grote wick aan de bovenkant. Hoog gezeten, maar daarna heeft toch de verkoopdruk het gewonnen. En dat zorgt ervoor dat we weer een stukje lager closen. En dat zou een ommekeer kunnen aangeven van een opwaartse trend naar een bearish sentiment. Dus dat we weer verder naar beneden gaan afzakken. Maar goed, de reactie daarop tot nu toe is prima. Het ziet er voor deze week goed uit. Het wordt dus ook belangrijk hoe dat deze week zich uiteindelijk gaat closen. Wat dus de opvolgende candle hier wordt. Of dat er ook echt een ommezwaai gaat aangeven. Of dat het gelukkig een vals alarm is gebleken. En dat we daardoor gewoon nog steeds verder omhoog kunnen gaan bewegen. Wat er overigens ook niet helemaal bij meewerkt. Als we wat verder gaan inzoomen, bijvoorbeeld op de 4 uur candles. Ja, dan zie je ook dat we wat dit betreft een belangrijke support zijn kwijtgeraakt. Even iets verder terug, je ziet hier over heel september grofweg dat we in dit neerwaartse kanaal zitten. Dat is dan wel in de pas met de trend natuurlijk. Je blijft naar beneden toe bewegen tot we hier uit dat kanaal weten te breken. Dan zie je in één klap een hoop groeigeweld. We gaan flink omhoog, want we breken hier rond de 43,5 uit. En daarmee weten we in één keer door te stoten naar een goede 48.000. Legt ook meteen de basis voor het volgende opwaartse kanaal. Waar dat we dan weer in terecht komen. En ja, dat kanaal hebben we heel lang vol weten te houden. Gaat natuurlijk ook heel erg samen met deze supportlijn hier. Tot we daar in eerste instantie die supportlijn verloren. Hier nog een test gingen doen op de onderkant van dit kanaal. En die hebben we hier dus 4 dagen geleden ook verloren. Zakken wij door. Zorg ervoor dat we weer dus in het onderste gebied, die 60.000 in dat zijwaartse kanaal terechtkomen. Nou, die weet ze gelukkig wel als een mooie support op te werpen. Het zorgt er overigens wel voor dat we nu weer in een nieuwe formatie terecht gaan komen. Lijkt een beetje op een falling wedge waar dat we in terecht zijn gekomen. Dat zou natuurlijk weer onderdeel kunnen zijn van een positieve verdere ontwikkeling. Voor nu zie je in ieder geval dat deze lijn hier de koers constant naar beneden drukt. Dit is dus de resistance. Aan de onderkant zie je hier die support. Dit moeten we verder gaan uitspelen. Mogelijk dat het dus met nog wat gepingpong kan gaan. Past verder ook in het plaatje van een wat zijwaartse beweging als opvolging van die bereiken van die nieuwe all-time high. Namelijk grofweg tussen die 59.000, 60.000 en 65.000. Als we daar dan uiteindelijk hier aan de bovenkant weer een uitbraak gaan vinden, dat zou natuurlijk weer een hele mooie versnelling kunnen gaan zijn voor een beweging naar de bovenkant van dit hele kanaal. Is er nog iets positiefs daarbij te melden? Jazeker, daarvoor gaan we ook weer even terug naar de week. Want het is dan weliswaar zo dat het er vorige week even wat minder uitzag. Maar het betekent nog steeds, ondanks dat we hier lager zijn geclosed dan dat we natuurlijk hebben gehandeld, dat wel deze belangrijke resistance line van die 60.000, wat het hier toch overduidelijk maandenlang is geweest, te boven zijn. Daar is niets aan veranderd. Daar zijn we hier gewoon boven terecht gekomen. Flink uitgespeeld. We zitten er nog steeds boven. Geslaagde test, kun je dus zeggen. En nu zitten we daar ook nog steeds boven met weer een klein beetje een beweging omhoog. Dus al met al ziet dat er dan wel weer heel prima uit. Dus als je het mij vraagt, gewoon weer een prachtige dag. Bijna dan achter de rug in Cryptoland. Dit waren de laatste nieuwtjes. Morgen dan heb ik weer de allerlaatste nieuwtjes voor je. Weer een nieuwe video natuurlijk. Hier op het YouTube kanaal van BTC Direct. Wil je er iedere dag bij zijn? Subscribe. Opgelost. Vond je dit een toffe video? Duimpje omhoog. Ook opgelost. Hoef je alleen nog maar te gaan genieten van deze mooie dinsdagavond. Daar wens ik je ook alle succes bij.
En dan hoop ik je morgen gewoon weer hier te spreken. Dus tot dan weer. Doeg!